Het is vandaag Goede Vrijdag en traditioneel breng ik die dag een beetje in stilte en in grotere rust door en eet ik ook helemaal niks. Want ik vind Goede Vrijdag ook elk jaar opnieuw een heel belangrijke dag om puur die mentale reflectie te maken. Ik ga dan ook het evangelie lezen of iets lezen dat er mee verwant is of mee verband houdt. En ik wil zeggen het lijdensverhaal van Christus zo nog een keer tot mij nemen. Ik vind dat gewoon belangrijk in een soort mythologische zin. Ik bedoel daarmee mythologisch in de zin van dat je met verhalen en symbolen en metaforen, dat je daar gebruik van maakt om te reflecteren over je eigen leven. En we zijn daar in onze maatschappij waanzinnig slecht in om met concepten zoals dood en lijden om te gaan. Wij duwen alles naar de buitenkant. Alle oude mensen worden in bejaardentehuizen gestoken. De dood is iets ver weg. Euthanasie is een van de meest complexe problemen die we hebben, omdat we echt niet goed weten hoe dat we dood al dan niet ook zorgzaam kunnen aanpakken. Dus dat is één stuk, die dood. En dat lijden. En aan de andere kant, uiteraard is het hele verhaal leidt uiteindelijk wel naar verrijzenis. Maar heel die vaste periode is daar voor mij heel belangrijk om die eigen beweging naar binnen te maken en dat ego wat af te breken, dat ego wat te laten sterven, zodanig dat er een soort nieuwe mens of een herboren mens, dat klinkt allemaal zo ferm, dat moest zo hoogdravend niet zijn, maar het gaat wel over een mens die uiteindelijk wat meer vrij is, zodat hij wat meer onthecht is van al die begeerten en die goestingen en die dingen die altijd aan hem trekken en van daar ietsje rustiger en stabieler in te gaan staan. Er is zo'n zinnetje van Ali, dat is eigenlijk de schoonzoon van Mohammed de profeet, maar het is een heel mooi zinnetje. De ware ascese is niet niets bezitten, maar de ware ascese is door niets bezeten worden. En daar gaat het uiteindelijk over die bezetenheid los te laten. Maar iedere vasten opnieuw, en zeker ook in deze vasten heb ik gemerkt, dat is ook geen louter mentaal proces. Je moet ook concreet gaan vasten, gelijk vandaag op Goede Vrijdag, van niets te eten. Van een keer een periode waarin dat je dingen ook letterlijk concreet achterwege laat. En dat hoort daar wel bij, om dat spirituele ook fysiek te gaan voelen, van dat te verankeren in jezelf. En ik denk dat als je dat doet, dat je ook dat vrijzen, ook dat vrij zijn, ook fysieker kunt maken. Dat je dan de waardigheid van je ziel weer ontdekt en de vuiligheid van je ego echt wel achterwege kunt laten. Dit was het laatste filmpje van mijn vaste blog. Het was een zeer interessante en verrijkende ervaring voor mezelf om het iedere keer opnieuw te delen. En zo een videodagboek bij te houden. Ik hoop dat de kijkers er ook iets aan gehad hebben. Dat het hen kon inspireren of vergezellen op hun eigen vaste periode. Ik geloof dat ik in een van mijn eerste filmpjes heb uitgelegd dat Christus er een persoonlijke nadruk op legt. Dus dat vasten altijd in de eerste plaats een innerlijke reflectie is om u terug met het goddelijke te verbinden in uw ziel. Maar niettemin, dag van vandaag, juist omdat vasten zo haak staat op onze consumptiemaatschappij en op de manier waarop wij leven, constant gedreven door het nog meer hebben, het nog meer in je opnemen, is vasten een van de meest subtiele en een van de meest noodzakelijke manieren van verzet bijna tegen dat soort maatschappij en tegen dat soort hebberigheid. En dus, het mag ook wel veruitwendigd worden. Dus de mensen die het gevolgd hebben, alsjeblieft, praat daar ook over met mensen en vertel daarover en laat dat zien. Niet om te tonen hoe fantastisch je wel bent in uw religieuze beleving, maar wel om te laten zien dat er een andere mogelijkheid bestaat, ook in deze wereld.